Hans Wiegel. Oud-VVD-leider, minister van Binnenlandse Zaken, commissaris van de Koningin en orakel in Friesland. En dit jaar verscheen er een kloeke biografie over hem, geschreven door Pieter Sijpersma. Ja. En het leuke, meneer Wiegel, hartelijk welkom, is... het gaat niet alleen over uw leven, maar het gaat ook eigenlijk over de recente parlementaire geschiedenis. Je bent weer terug bij het kabinet Den Uyl, bij het kabinet Biesheuvel, bij gepolariseerde tijden, de jaren 70. Die context wordt ook mooi geschetst. Even voordat we het hebben over uw leven en al die prachtige onderwerpen die daar voorbij komen. Dit jaar, dit coronajaar, wat heeft het voor u betekend eigenlijk? Hoe was het leven voor u? Ja, een beetje anders. Ik bedoel, vroeger ging ik twee keer in de maand naar Den Haag. Allerlei dingen bespreken. En daarna ook met elkaar gaan eten. En een beetje roddelen, wat natuurlijk ook altijd heel leuk is. Ja. Dus dat is veel minder. Bedrijven waar ik aan verbonden ben, die vergaderen nog wel met elkaar. Maar ze zien elkaar niet meer. Een beetje saaier. Niks aan. Nee. En er is natuurlijk ook de onzekerheid die er is. En dat merk je ook al, mensen. Dat soort mensen toch denken, wat voor tijd is dit? En hoe lang zal het duren? En hoe zal het gaan bijvoorbeeld met het bedrijf waarin ik werk? Hoe gaat het gaan met iemand heel dicht bij ons, als die ziekte krijgt? En dat is veel onzekerheid. Veel onzekerheid, en wat saaier jaar misschien. In politiek opzicht zeker niet saai. Integendeel, er gebeurde van alles dit jaar. Met als hoogtepunt, dan wel dieptepunt, natuurlijk de toeslagenaffaire. Ja, dat is natuurlijk een schandaal wat daar gebeurd is. Ja, zo ziet u dat. En dat zeker, en ik denk dat dat begin volgend jaar ook nog wel zijn gevolgen krijgt. Want natuurlijk zal worden gezegd, dit... had niet gekund, dit had niet gekund. Niet alleen het ministerie van Financiën, maar ook van Sociale Zaken. Niet ook de Kamerleden. Die waren er ook bij, zonder dat ze het misschien wisten. Ook de rechters. Ook allerlei anderen. Dus dat kan niet anders dan leiden tot een zeer sterke en scherpe discussie straks. Ja, zeer sterk en scherp, dat zou het aftreden van het kabinet zijn natuurlijk. Nou ja, dat is zeker mogelijk. En het kan best zo zijn als men dat doet. Hè. Kijk, dan valt het kabinet. Hè. En dan blijven ze natuurlijk demissionair. En de verkiezingen zijn ergens in maart. Dus we moeten zien wat er gebeurt. Maar het geeft dus wel het signaal dan af tegen al die mensen die heel slecht behandeld zijn. Het signaal af van dit had nooit mogen gebeuren. Ja. Ik wil naar uw leven. Want daar hebben we u voor uitgenodigd. Die biografie is verschenen dit jaar. Zeer leesbaar boek. De jonge Hans Wiegel. De opvallende verschijning Hans Wiegel op 27 jaar oud... in driedelig pak met kettinghorloge. Ja, kettinghorloge. Dat was van mijn grootvader. Had ik gekregen. Ja. En ik zag er inderdaad soms heel erg deftig uit. Ik heb laatst nog een foto van mezelf gezien. En dacht ik wist niet dat ik zo'n keurige jongen was vroeger. Kijk, dit is al wat minder keurig. Hè? Dit is ook alweer iets later. Dit is het parlement in actie, kun je zien. Maar dat deftige, dat decorum, traditie... Ja, vond ik mooi. Al 27 jaar al? Zeker, en als jonger al natuurlijk. En waarom? Waar zit hem dat in? Ik weet niet, dat vond ik prettig. Ik ging ook als student wel eens in een van de restaurants jenever drinken. En dan dat deed ik één keer in de week. En dan zei die opa's, bent u er weer, meneer Wiegel? Ik zeg, zeker wel, graag hetzelfde. Ja. Dat was ook een beetje een act natuurlijk. Een beetje een act. Ja. Het is ook een beetje theater misschien. Zo is het. Dat opklimmen in de VVD ging razendsnel toen in die periode. Binnen de kortste keer, u zat bij de JOVD en binnen de kortste keer... Ja, ik heb het geleerd, Fractieleider in de VVD, in de Tweede Kamerfractie. En al heel snel, wil ik er even uithalen, kreeg u te maken met verraad. Hoe zat dat? Verraad? Hoezo? Nou, er was een journalist die belde bij u aan en die zei... een journalist van de Telegraaf, let op... Ja. Ze zijn van plan je kopje kleiner te maken. Zeker. En toen? Dus de Telegraaf had mij gered. Daar kwam het op neer. En dat heeft ben ik zo dol op die krant. Ik was echt. Hele goede krant ook over. Toen was het zo. Toen vonden sommigen, en daar hoorde ook mevrouw van Someren bij... vonden dat ik het verkeerde besluit had genomen... om toen uit het toenmalige kabinet DS-70 eruit stapte... dat ik niet van plan was als VVD dat te gaan volgen.
En zij vond dat veel beter om dat wel te doen. Goed, daar is toen gedoe over geweest. Ja, maar wat vooral interessant ook is in het boek is hoe dat verraad de kop in werd gedrukt. Want er was een bijeenkomst van de VVD en uw politieke mentor, Harm van Riel, ja, die nam het woord. Zeker. En hij zei... Mevrouw de voorzitter, er zit een verrader in ons midden. Nou, toen waren al die mensen die van plan waren eens even krachtig aan de gang te gaan, die deden dat bijna in hun broek. U had een medestander en die wist de opstand de kop in te drukken. Ja. Dat was een kwestie van dreigend verraad. Bestaat vriendschap ook in de politiek? Jazeker wel. Met wie was u bevriend? Nou, het merkwaardige, ik had in de fractie zat een goede vriend van mij, Henk Koning. Maar toen ik fractievoorzitter werd, heb ik tegen hem gezegd... we kunnen die bijzondere vriendschap, kan ik niet voorzetten. Want ik moet voor elk fractielid dezelfde zijn, ja. En ik had heel veel vrienden buiten mijn eigen partij. Ja. Vrienden en politiek is niet hetzelfde. Politieke vrienden zijn geen vrienden. Interessant. Ik moet meteen aan Dries van Acht denken. Ja. Die natuurlijk een grote politieke vriend van u was. Maar we gaan zo meteen kijken in hoeverre dat dan... Hoe diep dat ging. Even over Den Uyl. Want ook... Ja, als je het dan hebt over interessante relaties tussen politici... dan is die tussen u en Den Uyl interessant. Hoe was die relatie? Hoe zou u die omschrijven? Nou, die was heel goed. In het begin vond hij natuurlijk... Wie is dat brutale ventje daar? Hè? Die niks heeft gepresteerd tot nu toe. Een beetje zo. Maar toen we elkaar samen met elkaar omgingen... en ik was vaak in de oppositie tegen hem. Dat waren niet makkelijke tijden, overigens. Toen zijn we elkaar gaan respecteren. Dus eigenlijk... was de situatie zo dat we op elkaar gesteld waren. En ik zal u nog dit erbij zeggen. Als je op elkaar gesteld bent, dan kun je elkaar ook te lijf te gaan. Want dat zegt de ander. Ja, hij zegt dat wel, maar hij is toch ook wel een aardige man. Ja. Dat is heel belangrijk, hè? Je moet dat scheiden, vriendschap en het politieke gevecht. Het politieke gevecht, ja. Laten we even kijken dan nu naar dat hele beroemde fragment. Het was in Groningen... Ah, ja. En het ging natuurlijk tussen u en Den Uyl. Het was in de verkiezingscampagne. Zeker. En er gebeurde dit. Hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Dat was een enorm feest. Ja, voor u. Weet u dat? Er konden 1.500 mensen in de zaal. Er waren 3.000. Ongelooflijk. Dus we hebben 2 voorstellingen gegeven. Hè? Ja. En iedereen klapte ook voor iedereen. Dus wie het punt ook maakte, Den Uyl of ik, de zaal was positief. Ja? En dat is toch het mooiste. Hè? Dat is het politieke debat. Dat zie je bijna ook niet meer, denk ik. En hoe vond Den Uyl dit, dat u dit deed? Die vond het fantastisch. Nou, dat heeft hij misschien niet hardop durven zeggen... maar eigenlijk zal hij het wel toch wel heel leuk hebben. Waarom? Gevonden. Waarom? Nou ja, het hoort bij het spel, nietwaar? En toen ik op een gegeven moment commissaris werd... is hij en zijn vrouw zijn ook een keer wezen varen op het statenjacht. Ja. Heeft hij verdikken me al mijn provinciale nootjes opgegeten. Maar we waren dus op elkaar gesteld, hè? Een notoren nootjeseter. Goed, vriendschap. Ja. Misschien in de politiek. Het dichtstbij kwam misschien Van Acht... Ik weet het niet. In ieder geval, daar was dat beroemde kabinet... het eerste kabinet Van Acht, wat het kabinet Den Uyl opvolgde. Was in 1977, als ik het wel heb. Het eerste kabinet is wel gebleven, natuurlijk. Ja, precies. Maar u kreeg het totale vertrouwen van Acht, toch? Ja, maar dat was wederzijds. Vertrouwen. Er is eigenlijk maar één sleutel in het hele leven, trouwens. Maar ook in de politiek. Dat is vertrouwen. Je moet elkaar vertrouwen. Dus als ik... Zo ging het kabinet maken ging ook heel snel. Hè? Want de eerste avond was zodanig dat toen ik naar huis reed... zei ik tegen mijn vrouw, we worden het eens. Omdat ik open kaart speelde. En bijvoorbeeld het praten over het aantal zetels... waar de Partij van de Arbeid in het CDA, ik geloof... 4-5 maanden over heeft geleuteld. Zei ik, waarom doen we dat niet zo? Jij hebt zoveel Kamerleden, ik heb zoveel Kamerleden... Jij 10 ministers, ik 6. Ja, toen hadden we professor Van der Grinten. Dat was echt een fantastische man. Een zeer hardhandige meneer. De eerste informateur. En die heeft toen gezegd, ja, dat klopt precies. Nou, we hebben toch een besluit genomen. Ja.
Het kan allemaal een stuk sneller, vertrouwen. Was dat misschien de tactische fout die Den Uyl gemaakt heeft, misschien ook al wel eerder, dat hij dat vertrouwen kennelijk niet zo makkelijk gaf? Ja, ik weet niet. Maar ik denk dat er bij hem iets anders was. Van, hij wilde gewoon zoveel mogelijk zijn zin krijgen, politiek gezin. Hè? Ja. Wat een onzin. Ik bedoel, als je met elkaar gaat praten, gaat onderhandelen, dan moet je is het toch geven en nemen? Anders werkt het niet. Hè? Dus u hoefde niet altijd uw zin te krijgen? Nee. Daarbij, ik was kleiner dan het CDA. Dus Van Acht kreeg meer zijn zin dan ik. Nou ja, dat is c'est la vie, hè? Ja. Dat hoort zo. Die onvoorwaardelijke was er sprake van onvoorwaardelijke steun tussen u en Van Acht? Ja, dat kun je zeggen. Laat ik één voorbeeld noemen. Het ging toen over mogelijk aftrek van de hypotheekrente om daaraan te zitten peuteren. En dat was voor de VVD een heel essentieel punt dat we dat niet wouden. En toen heb ik dus ook gezegd, dit is allemaal mooi en aardig, maar dit doe ik niet. Ja. En toen heeft Van Acht ook gezegd, ja, we kunnen er lang of kort over praten. Maar Hans heeft gezegd, hij accepteert het niet, dus het gaat gewoon niet door. Is het een beetje zoals Rutte en Samson elkaar vertrouwden? Dat zou best eens kunnen, ja. Dat ging goed op die twee, hè? Ja. Politiek is theater ook, hè? Toch? Ja, zeker wel. Alleen theater, hè? Nee, maar voor een belangrijk deel? Maar wel het theater waarvan je zelf het schrift moet schrijven, natuurlijk. Hè? Ja. We zagen net dat beeld met Den Uyl. Dat was natuurlijk theater puur sang. Mm-hmm. Er is nog iets waar we aan moesten denken. En dat is die beroemde Nacht van Wiegel. 1999. U zat toen in de Eerste Kamer. Ging over het correctief referendum. Was een grondwetswijziging. En daar hing het op uw stem. Of dat wel of niet door zou gaan. Iedereen in alle staten. Wat gaat Wiegel doen? Crisissituatie. Camera's erbovenop. Tom de Graaf toen deed nog een oproep aan u dat u toch wel voor moest stemmen. Ja. Daar loopt u. U loopt naar Wim Kok, de toenmalige premier, en u schudt hem de hand. Dit is ook theater, hè? Nee. Nou, ik kan nu misschien wel een keertje zeggen wat ik gezegd heb tegen hem. Ik zei tegen de minister-president, goed gesproken. Risicoop. Wiegel. Wiegel. En ik had dus van tevoren gezegd, goed gesproken. Ja. Waarom? Hij heeft niet gezegd, dat is per se onaanvaardbaar. Dat heeft hij niet gedaan. Oké, okay. Maar dus Kok was hier not amused over. Hij dacht, Wiegel komt naar mij toe, geeft mij een hand. En vervolgens stemt hij toch nog tegen. En daar zit Wiegel in de Eerste Kamer, een beetje onderuit gezakt. En zegt alleen, tegen. Ja, nou, dat was mijn conclusie. En dat was... Maar dat wisten ze lang van tevoren. Hè? Want u zei net van D66, hè? Die hadden ook gezegd van we moesten al die VVD'ers moesten voorstemmen. Toen ben ik nog tegen dat Kamerlid, hij is nu vicepresident van de Raad van State, gezegd, kijk eens, ik heb u dat horen zeggen, dat wij allemaal voor moeten stemmen. Tom de Graaf, ja. Ja, maar ik heb nog nooit tegen mijn zinnen in toe te geven aan zoiets, ook als er een dreigement komt. Want onder dreigementen val ik niet. Nee. Dus ze wisten het. Ja. Geldt dat voor veel politici op het ogenblik? Zijn er nog politici die dat durven? Die tegen de fractiediscipline in durven te gaan? Nou, dat denk ik wel. Ja? Ja. Wat maakt een goed politicus volgens u? Ja, kijk, de politicus zit natuurlijk meestal toch in een team, hè? In een fractie, ja. En het allerbelangrijkste is dat je onderling elkaar respecteert en elkaar ook de kans geeft. Dus als je als gewoon Kamerlid zegt, ja, maar voorzitter tegen de fractievoorzitter, ja, ik kan dat met mijn gedachtegang, met mijn beginselen, kan ik niet voorstemmen. Dan heeft hij, toen ik fractievoorzitter was, heb ik toen ook gezegd tegen dat soort Kamerleden, als jij daar per se tegen wilt stemmen, dan stem jij tegen. Ja. Ja? Maar zijn die politici er nog voldoende, ook die Kamerleden? Bijvoorbeeld Renske Leijten, Pieter Omtzigt vorige week in onze uitzending. Die worden gezien als zeer goede Kamerleden die zich vastgebeten hebben in die toeslagenaffaire. Ja. Die gedaan hebben waarvan ze zelf vonden dat het moest. Ze zijn alle twee puur beste parlementsleden. Puur de beste? Ja, dat vind ik echt heel goed. Dat is dapper ook. Want je moet dan soms ingaan tegen je eigen kabinet. En je moet dus bijvoorbeeld tegen ministers die denken, jeetje, als die twee lui doorzetten,
Ja, daar gaat mijn stoel. Ja, maar als dat soort Kamerleden zegt, het is principieel niet aanvaardbaar. Het is een schande wat er gebeurd is. En wij vinden dat er dit of dat moet gebeuren. Ja, dan moet een Kamerlid dat kunnen zeggen. Ze zijn wel de uitzonderingen. Nou ja, je hebt er ook maar een paar nodig. Mevrouw Ariep, de Kamervoorzitter, zegt die vreest dat er te veel nieuwe onervaren Kamerleden bijkomen. Nou, ik denk dat ze graag. Mevrouw, de Kamervoorzitter is een uitstekend voorzitter. Ja. Ik heb laatst ook geschreven, ze moet zometeen maar voorzitter blijven. Zoals ze vast wel aardig vinden. Maar ze is gewoon goed. En ze heeft ook laatst weer bezwaren gemaakt tegen al die vragen die Kamerleden stellen. Veel te veel. Wat een onzin. Hou ermee op. Nou, dat heeft ze ook. Daar deelde ik haar mening ook. Ja, u kunt ook mensen waarderen van andere partijen. Want zij is van de Partij van de Arbeid. Huh? Ja, maar ze is gewoon goed. Precies. Daar gaat het om. Even over uw partij, de VVD. Dat wordt ook beschreven in het boek. U had een plan met de VVD. U heeft de VVD ook veranderd in die tijd. U wilde er een volkspartij van maken. Ja, hoe zit dat? Nou ja, dat vond ik. Maar dat komt het eerste keer dat ik dat ben gaan voelen. Toen sprak mevrouw van Someren een keer in Laren. Ik was toen 20 of zoiets. Haya van Someren. Haya. En ik kom uit een gewoon gezin, om het zo maar eens te zeggen. En zij hield daar een verhaal over dat onderwijs. Dat het elk kind uit wat voor familie die ook komt, moet het beste onderwijs waartoe hij in staat is, moet die kans krijgen om dat te doen. En toen dacht ik, dat is mijn lijn ook. Dus eigenlijk, zij heeft ervoor gezorgd dat ik toen die bocht heb gemaakt, of eigenlijk, ik had daarvoor helemaal geen andere bocht, dat ik die partij is mijn partij. En ik wil nu ook van die kleine volkspartij, die helemaal geen volkspartij was. Rijkere mensen en zo, en hoge zetenen. En ik wilde van die VVD een gewone volkspartij maken. Ja. En dat is toch, ik wil niet zeggen helemaal gelukt, maar het is een goed begin wat er gebeurd is. Ja, maar beschouwt u zich wel als een conservatief? Nou, op sommige punten wel. Op welke punten bijvoorbeeld? Nou, het land is niet zo gek, dit is niet zo slecht, dit land. En er worden soms maatregelen genomen waarvan ik vind dat het niet beter wordt. Maar goede dingen moet je kunnen bewaren. En je moet ook niet te veel voor oplopen. De meeste mensen willen dat er goed wordt geregeerd. En willen ook niet de ene vernieuwing naar de andere. En dan weer dit en dan weer dat. Die willen graag consistentie. En dat is eigenlijk mijn lijn. Ja, je hoeft niet te veel te veranderen. Nee. Als je kijkt naar de VVD nu, is het nog steeds een volkspartij volgens u? Ja, dat denk ik wel. Maar er moet toch nog wel, ze moeten toch eens opletten. Ja. Kijk, we zijn ook, VVD heeft nogal wat kiezers, veel kiezers erbij gekregen. Maar ook veel mensen kwijtgeraakt. Denk aan de man met de blonde haren. Huh? U bedoelt Wilders? Ja. Ja. Die heeft heel veel gewone mensen gevonden. Ja. Gevangen. En ook mensen die misschien vroeger wel op de VVD hebben gestemd. Nou, misschien moet dat toch een beetje anders. U heeft wel eens gezegd, de VVD had Wilders nooit moeten laten gaan. Dat is ook zo. Dat vindt u ook nog steeds? Zeker, ja. Zou Wilders nu in de VVD moeten passen? Nou, hij is een beetje extremer soms geworden. Maar het rare natuurlijk, dat wil ik ook best zeggen, is, kijk, hij heeft dat proces gekregen op een gegeven ogenblik, hè, over die Marokkanen. Mm-hmm. Hoe lang duurt dat al? Het is gewoon bezopen. Hè? En ik denk dat het zo is dat als er straks een uitspraak komt, kijk, als die in het gelijk wordt gesteld, zeggen zijn kiezers, zie je wel, we wisten het wel. Ja. Als die niet in het gelijk wordt gesteld, zeggen de mensen, zie je wel, dan heb je die politiek weer. Hè? Dus mijn standpunt zou zijn, doe zo snel mogelijk, los dat op, dat juridische vraagstuk. Ik weet niet of dat de wens van Geert Wilders zelf is. Nou, die zou natuurlijk toch een keer dat die wil die uitspraak natuurlijk toch hebben. Dat is logisch, daar heeft hij ook recht op. Goed, dat zouden we hem zelf moeten vragen. Dat laten we dan maar even in het midden. Maar even toch over de VVD. Er is nu toch ook in het aanzicht van de verkiezingen een nieuwe koers. Hè? De VVD schuift in sociaal-economisch opzicht althans wat op naar links. Zegt toch met nadruk, we hebben een actieve overheid nodig. Wat vindt u daarvan? Nou, daar heb ik iets over gezegd. Ja? Dus een beetje naar links opgeschoven. Is dat goed? En dan zeggen sommige mensen, ja, maar dat valt al wel mee. Lees dat programma, is dat zo'n papier is dat programma. Daar begint u niet aan. Maar er is geen enkele reden om dat te doen.
En nu te zeggen van er moet meer overheid komen, dat is ook zo'n lijn van nu. Daar ben ik heel erg tegen. Want de overheid kunnen we. Kijk, dat over dat andere onderwerp waar we het net hadden. Die mensen die van hun centen zijn beroofd. De toeslagenaffaire, ja. Is het zo fantastisch, die overheid? Dat is helemaal niet zo. Dus er is helemaal geen reden voor meer overheid. Wat is het gevaar als de VVD wat naar links opschuift? Nou, het zal wel meevallen. Ik zal het zachtjes zeggen, maar het zal wel meevallen. Ja. Ik hoor, er zitten daar wat verderop wat mensen te kijken en ik hoor ze hier lachen. Nou ja, goed. Verstandige mensen. Verstandige mensen, ja, goed. Het zal wel meevallen. Laten we het daar ophouden. Uw politieke carrière, dat is natuurlijk, dat gaat allemaal razendsnel en dat is mooi. En dat moeten de mensen ook precies nalezen in het boek. Maar wat mij toch echt bezig hield, is in 1982, u bent dan nog maar 41 jaar oud, neemt u al afscheid van de actieve politiek. Ja. U neemt afscheid van Den Haag, in elk geval voorlopig. U wordt commissaris van de Koningin in Friesland. Ja. Waarom trok u zich zo vroeg terug? Nou, kijk eens, ik was heel veel jaar in de politiek geweest. Hè? Gewoon Kamerlid, fractievoorzitter, oppositieleider, minister, de hele bliksemse boel. En 4 jaar minister is eigenlijk mooi genoeg. Heeft Toxopeus mij ook een keer geleerd. Waarom moet je zo lang blijven? En laat er een ander komen, dat is ook weer goed. En ik had helemaal niet het idee om daar commissaris in Friesland te worden. Maar mijn vrouw, mijn eerste vrouw en ik hebben daar een keer gegeten en gevaren met de commissaris daar. En die heeft toen tegen mij gezegd, jij moet mij opvolgen als commissaris. Ja. En toen gingen we naar huis met z'n tweeën. Hè? Ik was de minister en zij was de vrouw van de minister. Ik zei, wat vind jij ervan? De kinderen zijn klein. Wat vind jij ervan? Nee, zei mijn vrouw toen, jij moet kiezen. En als jij het prima vindt om naar Friesland te gaan, ga ik onmiddellijk mee. Ja. Zo is het gegaan. Ja. Diezelfde vrouw waar u het over heeft, Jacqueline, die was toen net verongelukt. Ja. Dat was in 1980, dus dat was denk ik 1,5 jaar of zo voordat u naar Friesland ging. Speelde dat daarin mee, in die beslissing? Nee, ik had die beslissing dus al genomen. Samen met mijn eerste vrouw. Wij gaan naar Friesland. En dan duurde het eventjes voordat de commissaris wegging. En, maar op een gegeven moment ging hij weg. En ik had van tevoren tegen mijn opvolger, de heer Van Tijn, die vroeg je dat aan elkaar. Hè? Dus zei de nieuwe minister tegen de oude minister, kan ik nog iets voor u betekenen? Ja, ja. En toen zei ik, het kan best zo zijn dat ik je kom vragen om commissaris in Friesland te worden. Zo is dat ook gegaan. Dat noem je dus achterkamertjespolitiek? Ja, nou ja. Die kun je op de straat gooien. Zeven dat ik dat zo heb gedaan als politicus. Ja, hallo, ik wil straks weg. En ze zei, waarom? Nee, dat moet je binnenskamers bespreken. Ja, natuurlijk. Er is niks mis mee. Oké. Nou ja, goed, dat is tegenwoordig wel een leus natuurlijk, hè, dat de politieke elite aan elkaar baantjes uitdeelt. Ja, zo gaat het. Ik dacht, misschien. Ja, misschien moeten we het toch gewoon ook even op tafel leggen. Uw vrouw is overleden bij een auto-ongeluk. Dat was natuurlijk een groot drama. Ik dacht, misschien bent u ook die wat rustiger baan van commissaris van de Koningin gaan doen om voor uw kinderen te zorgen. Nee, want die planning was al gemaakt met mijn vrouw. Ja. Pas daarna, een jaar later, is ze verongelukt. Ja. En ongeveer 25 jaar later verongelukte ook uw tweede echtgenote, ja. Marianne. Ja. Dat is natuurlijk ondenkbaar, hè? Ja. Dat zoiets gebeurt, toch? Ja, zeker wel. Zeker 2 keer? Ja. Wat heeft dat betekend in uw leven? Ik weet alles nog. En ik denk elke dag, wel, al is het maar een moment, aan mijn beide vrouwen. Ja, ze heeft mij heel gelukkig gemaakt. En, ja. En je moet dan toch verder. De eerste keer, toen mijn kinderen heel klein waren, toen was ik minister. Ja, dat moest toch worden doorgezet. Moest ik verdikken me ook nog een keer opnieuw lijsttrekker worden. Heb ik ook gedaan. En de tweede keer was het eigenlijk veel moeilijker. Want ja, mijn kinderen waren groot geworden. En toen was het best moeilijk om weer de draai te vinden. Ja. En dat is niet eenvoudig. Dus de tweede keer vond u het lastiger? Zwaarder.
Ja. Nog. En ja. Waar zat hem dat dan in? Nou ja, als je jong bent, kan je misschien meer waarde. Ja, want wat u net vertelde, ik moest nog door met mijn ministerschap. Ja. Ik moest het lijsttrekkerschap doen van de VVD. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Gewoon gedaan. Dat klinkt simpel. Nee, maar je moet gewoon tanden. Ik heb een van mijn grootmoeders was iemand die spijkerhard voor zichzelf was. En dat karakter, deel van het karakter van haar, dat heb ik overgenomen. Hmm. Je moet heel hard zijn als het nodig is. Voor jezelf? Ja. En dat is gelukt. Ik had het over dat afscheid van de actieve politiek. Dat was weliswaar een afscheid van Den Haag, maar er bleef iets in de lucht hangen. Namelijk, misschien komt hij wel terug. Ja, was een fantastisch idee eigenlijk, hè? Vindt u, ja? Nou ja, het gekke is, ik was commissaris in Friesland geworden. En ik doe dat 12 jaar. Het commissariaat des konings is geen duiventil. Dus iedereen wist dat ik 12 jaar daar in Friesland moest blijven. Maar u twijfelde wel in 1986 toen Koos Rietkerk overleed. Nee, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken. En toen heeft u 3 dagen nagedacht, volgens uw biograaf, of u wel of niet hem tijdelijk zou opvolgen in Den Haag. Tijdelijk, hè? Ik wilde dat tijdelijk. Het ging ook bijvoorbeeld, ik zeg maar eens wat, de burgemeester van Eindhoven, Witte, die was vroeger minister, werd toen burgemeester. Dan ging de minister, zijn opvolger, ging weg. Toen heeft hij dat ook een 1/2 jaar gedaan. Zeker. En in die post hebben ze toen gewoon vrijgehouden. Maar uw collega's in Friesland vonden dat helemaal niet leuk. Nee, maar ik heb ook niet met ze kunnen praten toen, omdat binnen de kortste keren stond het in de krant. En u bent uiteindelijk wel 12 jaar in Friesland gebleven. Zeker. Maar dat steeds op bepaalde momenten terugkwam. Wiegel, komt hij wel of komt hij niet? Vond u dat ook wel leuk, eigenlijk, die aandacht? Nou, in een van mijn allerslechtste momenten, inderdaad. Want zo'n programma als dit vanmiddag, dat had je niet verwacht, toch? Nee, vind ik een opzienbarend eerlijk antwoord, ja. Dus ook, ja, u wilde niet helemaal uit die schijnwerper verdwijnen. Nee, er werd altijd om gevraagd. Ja, ze belden dan VVD-ministers. Die zitten, nou, we zitten in dat kabinet. En met die en die fractievoorzitter. Het is een zootje. Zou je niet alsjeblieft wat willen zeggen dat het anders moet? Nou, wat ben ik dan? Ik ben een goed mens. Dus ik heb dat toen gedaan. U bent een goed mens. Er is op een gegeven moment, ook binnen de VVD verandert er wat, hè? Ja. Er komen natuurlijk nieuwe leiders op. Bolkestein, zeker, bijvoorbeeld. Dat beroemde congres, misschien in uw ogen berucht, van 18 mei 1990. Ja. U werd uitgejoeld. Ja, ja. Hoe was dat? Niet leuk. Waarom was dat? Nou ja, toen was die zaal die was in een soort recalcitrantie. En dat heb ik toen geprobeerd om dat te zeggen. Mensen, laten we nou verstandig zijn en al die dingen meer. En toen waren ze allemaal zo opgevonden. Toen begonnen ze nou mij ook een beetje stevig toe te spreken. En toen dacht ik, ja, dat is wel jammer, maar c'est la vie, hè? Ja. Dat kan ook gebeuren. Ja, zeker. Dat bleek. En toen liep u terug van het spreekgestoelte, wordt zo mooi beschreven. En u liep langs Frits Bolkestein, die op de eerste rij zat. Ja. En die gunde u geen blik waardig. Hij niet. Nee, hij u niet. Eens gezien. Oh, dat... Ik liep gewoon naar, zat in het boek. U heeft het toch wel gelezen? Jawel, maar ik ga niet naar iedereen zitten kijken die langs op. Maar hij was de baas geworden en dat hij de baas wilde blijven. Nou, daar heb ik ook altijd al een begrip voor gehad. 4 jaar later, Dian van Leeuwen, dan de voorzitter van de VVD, belt u op en die zegt, we gaan je niet vragen als lijsttrekker. We doen het niet. Bolkestein is de man. Ja. En er staat in het boek dat u 3 dagen... Nee, een dag. U moet een dag bijkomen van dit nieuws. Klopt dat? Nou, ja, dat geloof ik wel. Ja, het zal wel. Dat was een schok dus. Ja, natuurlijk is het zo. Er gaat ook niet niks over. Maar het is gewoon gebeurd. En daarna is het verder zeer naar mijn zin gegaan. De relativering voert hier de boventoon. Er zijn wel heel andere en veel belangrijke dingen. Ja, wat is veel belangrijker? Nou, we hebben het onder andere over gehad. Wat veel belangrijker is, het leven is belangrijker. Het leven? Ja. Het leven in coronatijd? Nou ja, überhaupt het leven. En dat je ook je kleine kring. Ik heb 2 kinderen, zijn alle 2 getrouwd. Ik heb 2 kleinkinderen.
Dat is het mooiste wat er is, hè? En ik heb heel veel succes gehad in de politiek. En ook veel tegenslagen. En ja, af en toe geef ik nog eens een commentaar over politieke dingen. Ook bijvoorbeeld over die zaak die nu weer speelt. Waar ik bepaalde gedachten over heb gehad. En dan schrijf ik daar bijvoorbeeld een hele leuke column in. De heel belangrijke krant, niet waar? U kent die krant. Een krant die u door dik en dun heeft gesteund. Absoluut, waar. Ja, ja, zeker. Ja. Maar dus. ik wou eigenlijk ook aan... U heeft zelf wel eens de grap gemaakt. Ik ben de beste premier die Nederland nooit gehad heeft. Ja, zwaar, ja. Ja. Maar is het belangrijk eigenlijk, de politieke erfenis die u achterlaat? Is dat iets... Nou, ik heb er niks te klagen over. Wat is uw politieke erfenis? Nou, toch dat die VVD niet meer... Een heel klein partijtje is, maar een veel bredere partij is geworden. Waar ook heel veel gewone mensen op stemmen. En dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, mooi. Hoe moeten we het nieuwe jaar in, meneer Wiegel? Ja, in welk opzicht wilt u? Nou ja, het was geen leuk jaar, toch? Het afgelopen jaar? Nee, maar ja. Wat ziet u gebeuren in het nieuwe? Nee, ik ben niet zo'n. Dat kan je niet verzinnen. Vaccin? Nou, dat is wel heel belangrijk. Want iedereen ook alweer... Laatst over dat vaccin, het zou dan gebeuren. En dan had je de Tweede Kamer wil, die zei... Ja, het moet een week eerder. Mensen, houd toch op, zeg. Het komt er. En als het kan worden doorgezet... en als je weer niet zo'n enge situatie erbij krijgt... Nou, dan gaat het straks veel beter. En sommige mensen zijn natuurlijk hun baan kwijt. Sommige bedrijven zijn op de klos. Maar sommige zijn ook... geholpen. Dus waarom zou volgend jaar geen goed jaar zijn? Maak er wat van. Dat bedoel ik. Dank. Heel veel dank, meneer Wiegel, dat u hier was. Was plezier. En veel gezondheid. Dank u zeer.